krankzinnige beelden deze week van een waaghals bovenop een heel hoog gebouw in Rusland. Super vet natuurlijk om over al die puntjes heen te springen, maar hier komt een afschuwelijke kink in de kabel. Blijkbaar heeft hij de route niet goed verkend en bijna stort hij zijn dood tegemoet. En een vriend kan hem nog net op tijd het dak optrekken met overal hartkloppingen denk ik en het loopt dus toch nog goed af. Welkom bij De Vijf. Deze week vormen kabels de rode draad in onze show en ik beloof je, je gaat met spanning zitten kijken. Ja, de vonken vliegen er vanaf. Schokkend toch, hoe dom sommige mensen kunnen zijn. En de volgende mafkees vinden we in China. En het verhaal bij deze is dat hij een hotelrekening niet wilde betalen en op de vlucht sloeg. Het raam uit, heel hoog via telefoonkabels. Best soepel nog en hij hing behoorlijk lang aan de lijn, maar uiteindelijk heeft de politie hem toch ingerekend. En nou liep dit natuurlijk nog goed af, maar wat nou als er echt een steekje los zit? Nou, vraag dat maar eens aan de mensen in deze kermisattractie in Frankrijk een paar jaar geleden. Doodeng toch? En bij de volgende moet je echt heel goed opletten op een vrouw die zo meteen naar buiten komt. En dan komt er vervolgens een vrachtwagen de hoek omzetten en die trekt op de een of andere manier een kabel mee. Hoe dan ook, een paar seconden later hangt haar leven aan een zijden draadje. De laatste is heel beroemd. Vorig jaar was een skilift in Georgië even helemaal de draad kwijt. Hij ging achteruit en je moet maar even kijken, volgens mij ook ietsje harder dan normaal. Блядь! Блядь, пидорасы, блядь, что вы делаете? Volgende week pakken we de draad weer op met een nieuwe De Vijf. Tot dan.